er maar voor zitten, want ook hier hebben we weer een ijzersterke finale. We gaan naar baan nummer 8 namens de FCC Nuland, Boris van Kessel. Baan nummer 7 uit Lichtenvoorde, Stef Hollander. Baan nummer 6 voor het talentteam West, Odin Verhoog. Baan nummer 5, Dreamteam Erik Peters. Baan nummer 4 op zijn thuisbaan, FCC De Vaart TVE Racing, Rinke Ogema. Baan nummer 3 voor Talent BMX Team, Ralf van den Broek. Baan nummer 2, ook hij rijdt voor TVE, namens de wheels, Stef van Doorn. En de man op 1, Mr. Gateman, mijn man met een van de snelste starten van het land, ook namens de wheels, Brian van Ewijk. Let op deze finale bij de boys, 14 jaar. Het zijn de nummers 1 tot en met 6 uit de finale van vorig jaar. Het Nederlands kampioenschap die hier aan de start verschijnen. Het ziet er heel goed uit, dat is Stefan Doorn. Hij pakt hier op de kopstart. Hij dus aan de leiding. TVE BMX op de koppositie. Maar ook op de tweede plaats is het TVE BMX. En het is de man op plaats nummer 23. Dat is Rinke Hoegema. FCC De Vaart natuurlijk op zijn thuisbaan. Daarbij is hij toch wel in het voordeel. En voorlopig door die goede zaken. Heeft hij de tweede plaats. Dan zet hij dan aanval in op Stefan Doorn. Van Doorn nog steeds aan de leiding. Pef Doorn. De nummer 21. En dat is het Vreewijk op 3. Maar die wordt aangevallen. Vreewijk. Buitenom is het Dream Team. Team. Erik Peters, gaat die nog opschuiven? Nee, voorlopig niet. Wie gaat het worden? Is het Stefan Doorn of is het dan toch Van Ewijk? Het is van... Oh, het is close. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen.